Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Roberto. En deze keer gaan we kijken naar opgave 3 van het oefenen zo voor klas 1, hoofdstuk 2, warmte. En de vraag is, leg uit waarom het vuur uitgaat bij de volgende manieren van blussen. En dan is vraag 3a. Bij een oliebrandje worden een paar emmers zand over de brandende olie gegooid. Dus we hebben ergens een olieplas die aan het branden is. En we gooien daar een paar emmers zand overheen. En dat zand dat we eroverheen gooien, dat heeft eigenlijk maar één effect. Namelijk, dat betekent dat we de zuurstof weghalen. Je kunt wel denken van, ja, maar is er dan niet een andere reden? Nee, want het zand dat koelt misschien de olie wel een beetje af. Dat is leuk. Het zand haalt de olie misschien niet echt weg. Maar het zand zorgt er wel voor dat de zuurstof op geen mogelijkheid meer bij de olie kan komen. Goed, vraag B. Vraag B is een wat pittiger. In een space shuttle die om de aarde vliegt, wordt een deur naar buiten opengezet. Dus als we de space shuttle hebben en stel in de space shuttle, dat ziet er vast wel zo uit. In de space shuttle is ergens binnen een brandje. En als we in de ruimte rondvliegen en we zetten een deurtje open, dan zal eigenlijk per direct alle lucht naar buiten toe gaan waaien. En als alle lucht naar buiten toe waait, dan zijn we eigenlijk ook weer de zuurstof, of in dit geval zelfs alle lucht, maar de zuurstof is het enige wat belangrijk is, dan zijn we de zuurstof aan het weghalen. Wat best wel handig is, zou ik zomaar zeggen. Dan hebben we nog vraag C. We gaan een kaars uitblazen. En op het moment dat je een kaarsvlammetje hebt, dus we hebben hier een kaars en dan zit daar natuurlijk mooi een vlammetje boven. Hup, hier, dan hebben we een vlammetje. Op het moment dat we daar tegenaan blazen, dan blazen we daar zuurstof naartoe. Dan hebben we bij de kaars natuurlijk nog steeds overal brandstof. Dus de enige manier waarop het uit kan gaan, is dat we de temperatuur... Oeps, dat moet een U zijn. De temperatuur omlaag halen. Dat is vraag C. Af en toe moet je zelf ook een klein beetje nadenken bij wat we aan het doen zijn natuurlijk. Vraag D. We hebben dezelfde kaars. En nu gaan we bij deze brandende kaars gaan we de lont wegknippen. En de lont in een kaars, die doet eigenlijk, of een lont, die brengt het kaarsvet omhoog. De lont helpt het kaarsvet te verdampen. En als we dan zeggen, ja, de lont die helpt het kaarsvet te verdampen, dan betekent het dat als we de lont weghalen, dan hebben we dus ook ineens geen kaarsvet meer. Dus geen... schrijf ik nu heel erg lullig achter iets. Ja. Maar dan heb ik dus geen brandstof meer. En dan hebben we nog vraag E. De open haard gaat uit aan het einde van de avond. Dus dat betekent als je ergens leuk een aantal blokjes hout op een hoopje hebt liggen. En die blokjes hout die zijn allemaal gezellig met leuke vlammetjes aan het branden. En eind van de avond is ineens het vuur uit. Dan is meestal de basisoorzaak ervan dat het hout op is. Oftewel de brandstof is op. Dit was de uitwerking van vraag 3. Ik ben Jan Willem van Voorbeter.nl. Bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat je hierover iets aan hebt gehad. En tot een volgende keer.